In de jaren 70 liepen de politieke tegenstellingen bij ons nog alles op. Links en rechts bestonden nog en vochten nog een serieuze strijd uit. En dan was er ook nog goed en fout, begrippen uit de oorlog, die door de oplaaiende discussies over de bezetting, gek genoeg, alleen maar acuter gingen klinken. Die beide tegenstellingen kwamen als twee explosieve stoffen samen in 1976, 25 jaar geleden dus, in een zelfs voor die tijd heftige affaire, die rond oorlogsmisdadiger Pieter Mente. Een affaire die begon met goed en fout in het verleden en langs wondere wegen uitliep op een bittere strijd van links en rechts in het heden. Goedenavond. Een affaire Mente zou er hoogstwaarschijnlijk nooit gekomen zijn als Pieter Mente zelf aanvankelijk de aandacht niet op zich gevestigd had. In mei 1976 liet hij zich interviewen door de Telegraaf om aandacht te wekken voor een veiling van een deel van zijn kunstcollectie. En zo kreeg het land een inkijkje in zijn bestaan. Een beeld van een sprookjesachtige rijkdom. Een kasteel van een villa in Blaricum, chockvol schilderijen en beelden. Een ommuurde tuin met een perfect gezon. En twee bewoners, meneer en mevrouw, die teruggetrokken leefden met hun personeel, zonder ooit met hun fortuin te pronken, om je met open mond aan te vergapen, de beschaving. Groot was dan ook de schok toen een maand later een heel ander beeld van Mente opdook. Uit de oorlog, uit Galicië, Polen. In een dorpje daar zou de SS in 1941 aangetreden zijn onder regie van Petro Mente, een koopman die al jaren in de buurt gewoond had. Hij zou de volledige bevolking hebben laten executeren, mannen, vrouwen, kinderen, en hun bezittingen hebben laten annexeren. Het begin van een mooie kunstcollectie. Onthuller van dat nieuws was journalist Hans Knoop. Hij beet zich in de kwestie vast, trok naar Galicië, zocht getuigen van de massamoord en deed haast wekelijks verslag van zijn ontdekkingen, opgejut door een publiek dat steeds verhitter raakte. Hoe bestond het dat zo'n man vrij rondliep? Waar bleef justitie? Onder die druk kon justitie niet meer terug. Al was haar eigen onderzoek nog lang niet afgerond, ze moest iets doen. En zo kwam half november 1976, de dag dat de politie, mede op basis van het materiaal van Knoop, in aanwezigheid zelfs van Knoop, naar Blaricum ging voor een arrestatie. Of in elk geval een poging daartoe. Kijk, het koetshuis, hè? Waar is dat? Ja, dat is daar. De Boeddha, ja. Ja. En het huis moet hier zijn, maar ja. Maar er woont een of andere tv-magnaat of zo, heb ik begrepen. Ja, ja, ja. Ja, het is wel veranderd. Ja. Maar dan komen we toch wel weer wat herinneringen boven, zo je weer rondloopt. Waar waren we nou? In Bussum, Hilversum? Nee, in Bussum zijn we gestart. Ja. Dat weet ik bijna zeker. Toen hebben we daar nog de laatste briefing gedaan. Zeg, nou, die en die daar en daar zich opstellen en dat en dat is plan. Ja. Nou, toen kwamen we hier en toen was het heel snel duidelijk dat we even schokten toen mevrouw De Haan, als ik goed herinner, de deur openmaakte, de huishoudster. Het was uiterlijk geen activiteit van politiemensen of zo. Ik zag wat auto's geparkeerd, dat waren burgerauto's. En er gebeurde maar niets. En wij zijn toen naar binnen gegaan. Het was een vreselijke, lieve vrouw, mevrouw De Haan. En begon ogenblikkelijk koffie te zetten voor ons. Waarop ik nog zei van mevrouw, zou u dat wel doen, want dan krijgt u straks last mee met meneer Mente. Nou zei ze, nou nee, dat neem ik dan wel. Totdat, ik weet niet meer, misschien een kwartier of 20 minuten later, mij bekende politiemensen in Burger het huis uitkwamen van Mente, in een auto stapten, niet met mij praten en alleen maar het nee gebaar maakten, met andere woorden, het was mislukt. En toen begreep ik dus dat de vogel was gevlogen. Nu zou ik gezegd hebben, shit. Maar toen dacht ik, hier staan we dus. Als Jan met de bekende kort achternaam. Deze foto van Pieter Menten werd zaterdag in Blaricum vanaf de straat gemaakt. Zijn overburen hebben hem zondag nog gezien. Daarna was hij verdwenen. Vanmiddag belden wij aan. Dag mevrouw, ik ben mevrouw Bremer van de Afro-Tip. Ja, ik had alleen niet een paar dingen niet goed verstaan. Ik zou, in de eerste plaats, is meneer Menten thuis? Zegt u? Of meneer Menten thuis is? Waarom vraagt u dat? Nou, omdat ik, als hij thuis zou zijn, ik dat graag zou willen weten. En ik neem aan met mij nog een ik kan u niet zeggen. Nee, mag ik u nog... In mijn positie kan ik u niet zeggen. Maar, nee. En ik wil u
Nee, mag ik nog één ding... Ik begrijp dat u van alles weten wil. Wat vraagt u dan de politie? Hoe laat hebt u ze voor het laatst gezien, die auto en de familie? Nou, pas licht. Zondagmiddag toen fietste. Had u wel eens contact met de familiemensen? Nooit. Nooit. Je begrijpt niet hoe die vent weggekomen is. Dat is onbegrijpelijk. Het is erg gek natuurlijk. Dat het allemaal lukt in dit land, hè? Wat dacht u toen u hoorde dat Mente was ontsnapt? Nou, ik dacht, dat lijkt op een blunder. Want men is er zo aan bezig geweest. Dan had men natuurlijk de verdachte ook in de gaten moeten houden. Omdat vluchtgevaar natuurlijk zeer denkbeeldig was. En als er dan sprake is van een blunder, dan ligt er al meteen de schuldvraag van hoe kan zoiets nou gebeuren. En ook weer, dan denk je, dat moeten we maar eens vragen aan de verantwoordelijke tegenover het parlement, de minister van Justitie. U was op dat moment in Roemenië? Ja. Wat deed u daar? Het was, dit gebeurde, het bezoek aan Roemenië was een bezoek aan mijn Roemeense ambtgenoot. Toen bleek de minister van Justitie op min of meer particuliere voeten in Roemenië te zijn, waar hij kloosters bezocht, naar wij toen begrepen hebben. En wij vonden dat weinig alert en attent. Was het niet een snoepreisje? Het is net zoveel of net zo weinig een snoepreisje als voortdurend gebeurt wanneer ministers van welk kabinet dan ook naar buitenlanden gaan waar ze nou niet onmiddellijk veel te zoeken hebben. Dus u zei, haal de minister maar terug? Ja, die is ook teruggekomen. Enigszins ontredderd heb ik begrepen, maar hij is inderdaad teruggekomen. Op een gegeven moment verscheen er aan de horizon een politieauto of meer politieauto's zelfs met blauwe zwaailichten. En ja, die kwamen blijkbaar de minister van Justitie van Nederland zoeken. En ik had geen... Ik was heel verbaasd. Ik had geen idee wat... Dat, eerst niet dat, het, dat ze mij zochten. En vervolgens niet. Waarom dan wel? Nou ja, dat bleek wel gauw. Sprak hij droogjes. Ambtenaren in paniek, justitie met het schaamrood op de kaken, kranten die met de grootste koppen kwamen die de zetter bij de hand had. Terwijl Van Acht op zijn Roemeense berg werd ingelicht, brak in ons land een collectieve verbijstering uit die de dagen daarop alleen nog maar toenam. Want hoe meer bekend werd, hoe onthutsender het beeld werd. Hoe kon het allereerst dat Mente blijkbaar wist dat hij gearresteerd zou worden? Wie had hem getipt? Een raadsel dat trouwens nog altijd niet is opgelost. Hoe kon het dat die arrestatie pas voor maandag was geprikt, terwijl het besluit de donderdag daarvoor al was genomen, zodat Mente alle tijd had om zijn koffers te pakken? En hoe kon het dat Van Acht die maandag niet op zijn post was? Hij had op donderdag al een map met informatie gekregen en daar had zelfs dringend heden op gestaan. Enzovoort en verder. Een en al onhandigheid en onzorgvuldigheid onder verantwoording van een minister die daar al wel vaker op was aangesproken. En dat bracht de Tweede Kamer in een stemming die Van Acht nog lang zou heugen. Ik kwam in Nederland aan op de woensdagavond na de mislukte arrestatie van maandag. Dus zeg maar 2,5 dag na de mislukking van de poging tot arrestatie. Werd toen onmiddellijk, was natuurlijk back-off natuurlijk van zo'n lange reis en dit, zoals dat dan natuurlijk is, werd onmiddellijk in die zaak geplonst, in het diepe gegooid. En de volgende middag om 2 uur stond ik in de Tweede Kamer met een zekere hoeveelheid informatie ter beschikking, maar lang niet alles natuurlijk. Donderdagavond, Joostleden. Ja, donderdagavond heeft de hoofdofficier van justitie in Amsterdam, naar mij inmiddels is gebleken, na raadpleging van vertegenwoordigers van mijn departement, besloten dat de verdachte spoedig diende te worden gearresteerd. Dat werd een heel moeilijk debat, dat overigens toen 12 uren de klok rond geduurd heeft. Dat was wel een tortuur. Hij had de zaak naar onze inschatting toen te veel en bagatelle behandeld. Hij had de draagwijdte van de problematiek niet gezien. Ook niet de politieke, belangstelling hiervoor. Belang dat de politiek erin stelde, dat had hij verkeerd en te laat ingeschat. Ik heb daar natuurlijk met gekromde tenen
zoals bijna heel televisiekijkend Nederland, het gestuntel van de minister van Justitie aangehoord. En heb me af en toe blauw geërgerd aan zijn optreden daar. Het onderzoek is naar de mening van de VVD te laks geweest. De hele gang van zaken is voor Nederland beschamend. Het parlement heeft de minister vragen gesteld over de vervolging van Mente. De minister wist dus dat hij daarover te enige tijd het parlement zou moeten inlichten. In dat licht vind ik het onbegrijpelijk dat hij zelf zo passief is geweest. Waarom heeft de minister, die hier het optreden van het Openbaar Ministerie laakt, zich niet op de hoogte gesteld voor hij hier verscheen, van de motieven van het Openbaar Ministerie om te wachten? We hebben niet voldoende aan, er zullen wel goede gronden zijn geweest. Hij is als politiek verantwoordelijk bewindsman tekortgeschoten. Ik was ervan op de hoogte dat een aanhouding van Menten aanstaande was. Dat het Openbaar Ministerie aanstalten maakte om nu toch tot arrestatie over te gaan. Welke datum daarvoor exact was bepaald of zou worden bepaald, wist de minister niet. En dat hoefde hij ook niet te weten. Dat is een detail in een opsporingszaak waar de minister zich niet mee behoeft te bemoeien. Daarvoor hebben we het Openbaar Ministerie. Zijn alertheid, ook in de richting van het Openbaar Ministerie, van de opsporingsfunctionarissen, zou de zaak wellicht anders hebben kunnen doen verlopen. Misschien dat als hij goed geïnformeerd was geweest, dat hij ook gewaarschuwd zou hebben voor het gevaar van vlucht. Hij was er niet bij betrokken, hij zat er niet bovenop. Wat bovenop zit, wat is dat? Vragen naar een datum? Is dat bovenop zitten? Of vragen of de politiemannen Jansen en Pietersen die arrestatie komen doen, dan wel Gerritsen en Jacobs? Is dat er bovenop zitten? Dus ik vind dat allemaal onzin. Wat bedoel je dan wanneer je dat zegt? Met alle zaken die echt van belang waren, had ik mij ingelaten zoals het hoort. En met details niet. En dat hoeft ook niet en dat moet ook niet. Wanneer de minister zelf zich van zijn taak had gekweet in de bespreking over de arrestatie, dat hij er toen geweest was, dat het dan anders gelopen was. Meneer de voorzitter, ik houd staande dat het departement gedaan heeft wat het had te doen. En dat is te verlangen dat de arrestatie zou kunnen worden uitgevoerd op het OM daarvoor bepaalde tijdstip. Van 8 is een taalvirtuoos. En in het parlement gaat het om woorden. Van 8 wist zich altijd wel te redden. En zelfs op een buitengewoon boeiende wijze. Het heeft mij persoonlijk altijd geboeid hoe hij dat deed. Maar in dit debat heeft hij toch op een goed moment een moment bereikt dat hij daar min of meer ontredderd stond. Ik stond daar nogal hulpeloos. Dat heb ik ook gezegd. Waarom zou je dat niet zeggen? Zo was het ook. En het was ook heel verklaarbaar dat het zo was. En Want? Nou, omdat ik mij in de luttele uren die daaraan waren voorafgegaan natuurlijk maar heel partieel had kunnen voorbereiden. En omdat ook alle informatie waarom de Kamer vroeg nog op het departement zelf niet beschikbaar was. Dit hele debat, deze hele dag, vindt plaats omdat Mente weg is op het ogenblik. Ja. En nou worden de vragen gesteld bij terugwerkende kracht over deze essentiële dagen. Waarom is op donderdag besloten om de arrestatie op maandag te laten plaatsvinden, waarna datgene gebeurd is waar we vandaag over praten, namelijk dat er niks meer te arresteren viel? En daar moet de minister antwoord op geven. Als ik niet weiger een vraag te beantwoorden en ik beantwoord hem toch niet, dan kan het antwoord, de verklaring daarvoor geen andere zijn dat ik het niet weet. Zegt u dat dan? Ja, zegt u dat dan en draait u niet een half uur omheen? Ik was de gewonde kip die in de ren lag. En van alle kanten rende men toe om mij te pikken, zo hard ze konden. Wat denk je op dat moment? We winnen. We hebben eindelijk, we hebben beet. Die virtuositeit met zijn woorden is hier doorbroken.
Hier staat een man die inderdaad verantwoordelijkheid draagt en verantwoording aflegt, waarbij de Kamer aan de winnende hand is. Ja, precies. Nou, dat is een heel eerlijk gezegd. Toen dachten we, beet, nou zullen we hem eens hebben. Ja, zo was de sfeer. Vindt u zelf dat u fout heeft gemaakt toen? Ja, ik zal wel fout hebben gemaakt hier. Het is idioot om te antwoorden. Ik heb geen enkele fout gemaakt. Dan zeg je, wat is dat voor een kakhannes die vannacht. Heeft hij nog enige zelfkritiek in zijn lijf over? Dus ik aarzel hem op die vraag te zeggen. Nee, ik heb geen enkele fout gemaakt. Maar het kost mij toch ontzettende moeite om nou met het vingertje aan te wijzen waar ik ernstig zou hebben gefaald. Nou, alles wetende en achteraf gezien, altijd makkelijk, ben ik me van bewust. Van, zou u dan nu dingen anders hebben gedaan? Nou, ik denk eigenlijk niet. Want ik zou niet weten wat. Ik zou ben best bereid om hier en daar schuld te bekennen, indien ik het zelf al zodanig ervaren onderken. Ik zou niet weten wat. Een ploeg van 15 rechercheurs onder leiding van kapitein Bordewijk houdt zich fulltime bezig met de opsporing van de ontvluchte Blaricummer. Ook in het buitenland zoekt de politie naar Mente en vooral naar zijn auto, een grijsblauwe Simca stationcar waarin hij verleden week zondag afreisde. Meneer Bordewijk, Mente is er 8 dagen vandoor. Je zou zeggen, de kansen om hem te pakken worden steeds kleiner. Of zie ik dat verkeerd? Het is inderdaad zo dat naarmate de tijd vordert, de kans dat hij gepakt wordt kleiner wordt. Ook blijkt dat het aantal tips wat binnenkomt bij ons duidelijk vermindert op het ogenblik. Kent u die nog? Ja, het beroemde opsporingsblad. Ja. Ik kreeg het er weer helemaal voor met de Simca waarin ze waren gevlucht. Ja, dat was inderdaad. Ja, dat was voor die tijd al een heel fors bedrag wat er op zijn hoofd werd gezet. Dat was toch ook wel opmerkelijk. En Den Haag was er heel veel aan gelegen dat hij zo snel mogelijk moest worden in zijn kraag gevat. Dat was inderdaad wel duidelijk. En dat hebben we als team ook heel nadrukkelijk wel meegemaakt. Dat er, ik weet heel goed dat ik toch dagelijks werd gebeld vanuit Den Haag van hoe staat de zaken, meneer Bordewijk. En ik heb ook een aantal keren bij de heer Van Acht op zijn departement mogen vertoeven om nog eens even de strategie verder door te lopen. En het was duidelijk dat men zich daar van hoog tot laag toch wel erg bij betrokken voelde, ja. Uiteindelijk heeft u hem teruggevonden, niet justitie. Hoe is dat gegaan? Ik kreeg een telefoontje van een van de verslaggevers van de Stern, waar ik dus mee samengewerkt had, met de mededeling, wij hebben een tip gekregen van een stringer en freelancer in Zurich die voor ons werkt. En volgens ons is dat raak. Ik weet nog heel goed dat we in een debriefing zaten, zo 's middags om een uur of 4, 5. Toen een telefoontje binnenkwam van nou, waarschijnlijk weten we waar Mente zit. En toen kwam dus de constructie tot stand dat de heer Knoop nadrukkelijk om de hoek kwam kijken van ik weet waar die zit. En toen kwam er, zoals ik dat maar noem, een gedwongen huwelijk tot stand tussen de heer Knoop en ondergetekende. En zijn we samen op pad gegaan om uiteindelijk Mente dan in de kraag te vatten. En we zijn toen in een soort van karavaan met een paar auto's naar dat dorp Oester in de buurt van Zurich gereden, waar Mente uiteindelijk is aangehouden. Hij logeerde in een hotel dat gelegen was in een klein winkelcentrum. En daar was een lift en daar kon je mee naar boven. Nou, ik mocht niet in de lift mee naar boven. Ik mocht dus niet bij de feitelijke arrestatie in zijn kamer aanwezig zijn. Dus ik moest beneden in de hal bij de lift wachten. Trof u daaraan in die kamer? Ja, een tweetal zeer slaperige lieden die volkomen overdonderd waren door wat er gebeurde. En Mente heeft zich toen aangekleed. En ik weet wel dat met name Meta, zijn vrouw, toen buitengewoon onaardige opmerkingen in onze richting heeft geuit. Die hier in ieder geval niet herhaald dienen te worden. Het waren eigenlijk de 20 moeilijkste minuten, ik denk uit mijn leven. Totdat opeens dat lampje van de lift oplicht, rood wordt en de lift naar beneden komt. Toen ging die liftdeur open. En toen stonden dus die politiemensen, de Nederlandse en de Zwitserse, in die lift en middenin stond Mente. Ja, en toen stond het ontvangstcomité Knoop, Kumsu is natuurlijk klaar. En dat zijn de beroemde platen die ongeveer elke krant hebben gehaald. Hoe reageerde Mente? Die begon onmiddellijk te bulderen en te schreeuwen en te beledigen toen hij mij zag. Ik herhaal niet voor de camera welke scheldwoorden en antisemitische verwensingen hij daar heeft geuit. Ik zou zeggen, het was het klassieke antisemitische scheldpatroon dat zich daar in dat lege winkelcentrum opeens voltrok. Mente komt naar Nederland, dan komt er in februari nog een keer een debat, het afsluitend debat. Ja. Als Mente dus al achter slot en grendel zit. Ja.
En toen kreeg u weer veel kritiek. En dan zegt Costo op een gegeven moment... Er is twijfel gerezen aan de bekwaamheid van de minister om dit departement te leiden. Maar wij zouden het politiek onverantwoordelijk vinden om op die grond het werk dat nog staande deze kabinetsperiode moet worden gedaan, in gevaar te brengen. Zie daar onze afweging. In het openbaar. De heer Van Acht zal verder moeten leven met zijn aversie. En wij met hem. Meneer de voorzitter, wat zegt eigenlijk de woordvoerder van de Partij van de Arbeid hier? Die zegt deze minister, die deugt niet voor zijn werk. Maar ja, en we zouden hem dus ook eigenlijk wel naar huis willen sturen. Maar ja, dat is nou zo beroerd, want dan gaat het kabinet eraan. Dat is eigenlijk wat hier gezegd wordt. Meneer de voorzitter, ik ben daardoor ernstig gegriefd. Er was overal in onze beweging grote reserve tegenover Van Acht. Maar we zagen natuurlijk ook wel de krachten achter hem, hè? Het CDA dat daar achter hem stond. En we hebben toen op een goed moment inderdaad die afweging gemaakt van het is een merkwaardige man. Hij heeft dit fout gedaan. Maar we hebben hier geen kabinetscrisis voor over. De enige eerlijke manier die daarvoor staat, dat is de motie van afkeuring, hoort het dan te zijn. En dat wil ik dan wel horen of die eruit komt, meneer de voorzitter. En als het om redenen van halfhartigheid ertoe komt dat geen motie mij bereikt, meneer de voorzitter. Als dat behoort tot de grondregels van ware politiek, dan inderdaad is mijn aversie tegen politiek vandaag de dag diep verhevigd. Wat heeft de zaak Mente betekend voor de samenwerking met de Partij van de Arbeid? Nou, het heeft mij buitengewoon omdat het zo onrechtvaardig was. En vooral na het tweede debat vond ik dat. Pijnlijk getroffen en brokkig gemaakt. Eigenlijk bleek dat ook al in mijn laatste reactie in dat Tweede Kamerdebat. Wrokkig gemaakt. En ik moet achteraf zeker zeggen dat gevoel van onrechtvaardig te zijn bejegend, nodeloos te zijn beschadigd, dat heeft doorgewerkt. Dat heeft mijn gedrag later jegens de Partij van de Arbeid in de jaren die daarop volgden ongetwijfeld negatief beïnvloed. Dat is een weinig zakelijk en weinig politieke afweging. Als iemand zijn persoonlijk sentiment de doorslag laat geven, dan is dat niet goed. Ik bedoel, politiek gaat om ideeën, dat gaat om punten waar je het over eens bent, om overeenstemming en niet met een sentiment van een individu. Dus wat dat betreft wijs ik dat gevoel af. Als de zaak Mente er niet was geweest, was dat Tweede Kabinet NL er dan wel gekomen? Ja, helemaal zeker. Weet je dat niet? De kans daarop zou zeker groter zijn geweest. Het persoonlijk sentiment als politieke factor. En zo nam de affaire Mente in de late jaren 70 een curieuze wending. Na een slepende gang van rechtbank naar Hoge Raad naar weer een nieuwe rechtbank werd Mente veroordeeld tot 10 jaar cel, waarvan hij er tenslotte 6 zou uitzitten. In 1985 kwam hij vrij, geestelijk een wrak, en krap 3 jaar later was hij dood. Maar veel belangrijker dan de figuur van Mente zelf bleek in de tussentijd wat die affaire in de politiek teweeg bracht. In plaats van dat tweede kabinet Den Uyl kwam er een eerste kabinet Van Acht met de VVD. En de PvdA werd na een rampzalig intermezzo in een tweede kabinet Van Acht pas eind jaren 80 weer een bruikbare regeringspartner. Meer dan 10 jaar later. Hoe de arrestatie van een oorlogsmisdadiger onder een CDA-minister de PvdA van het plus stootte. Afijn, politieke logica. Meer details daarover op onze website, want wij moeten eruit. Dit was Andere Tijden. Terug naar de onze.